Bij het bespreken van de situatie van boeren in Ikeri in de Nationale Assemblee hebben diverse DNA-leden vandaag ook aandacht gevraagd voor de boeren in Brokopondo en Marowijne, die enkele maanden geleden te kampen hadden met de gevolgen van wateroverlast. Ronnie Asabina van de BEP wees erop dat de boeren in Brokopondo nog steeds geen compensatie van de overheid hebben ontvangen. Genevieve Jordan benadrukte dat de tegemoetkoming voor deze boeren nodig is om de armoede in het land te bestrijden. We horen hoe vaak er hier gesproken wordt over rattenplaag in Ikeri. Wij hebben hier aangekaart dat in Brokopondo, voorzitter, mensen buiten hun invloedssfeer onder water zijn gezet. Tot de dag van vandaag nog geen compensatie hebben gehad, voorzitter. Tot 2 maal de motie hier is ingediend. Falikant van de tafel geveegd. En nu horen we van, ja, er moet geld gestopt worden. Dat ondersteunen we, voorzitter, dat van de rattenplaag in Ikeri. Echter wil ik via de spreker de regering aandacht vragen voor de landbouwers in Marowijne. We weten dat enkele maanden terug een landelijke wateroverlast was, waarbij de boeren hun kostgronden onder water was gelopen. En tot nu toe hebben de boeren van Marowijne nog geen uitkering gehad om nieuwe aanplanten te doen. Rabinder Parmisser van de NDP wees erop dat de regering 50 miljoen SRD ter beschikking had gesteld voor de boeren. Echter is er nooit gepresenteerd hoe het geld is ingezet. Mahinder Kumar Jogi zei dat de regering inderdaad fondsen heeft vrijgemaakt. We hebben op keer gevraagd een overzicht wat dit betreft van die 50 miljoen. Waar, welke regio's, welke mensen, welke bedragen ontvangen zijn, voorzitter. En dat hebben we nooit ontvangen, voorzitter. Als we hier als parlement zijn, als we deze vragen ten controle vragen, en dat is onze taak, dan dient de regering, de ministers, dag tot terstond hier ons te presenteren. Ik doe een beroep op de voorzitter, dat we dit soort zaken moeten gaan afhameren, voorzitter. De regering had middelen vrijgemaakt om alle landbouwers die schade hadden geleden, er werd een schadeopname gemaakt, voorzitter. Voorzitter, en dit vraagstuk van de man of in de money, aan de eerste lezing met de Kasanja. Ja, en we doen nogmaals een beroep op die regering. Presenteert u ons dat hele overzicht, hoeveel boeren, want in Saramaka heb ik ook klachten. Mensen van wie je met 100% kan zeggen dat ze niks hebben verloren, hebben veel geld gehad. En mensen die heel veel hebben verloren, hebben niks gehad. En ik kan het lid Jordan begrijpen. Voorzitter, doet u ook een beroep op die regering om al die landbouwers die schade hebben geleden, make them af in de money. Als we die verwachting hebben gewekt, als we die 100 miljoen hebben goedgekeurd en vrijgemaakt bij monden van de president, bij Amonigo, laten we die mensen helpen. Jogi wees ook erop dat mensen die schade aan hun huis hebben geleden door de wateroverlast ook gecompenseerd moeten worden door de overheid.